Voorzitter, mijn laatste onderwerp, maar ik zie ook de heer Van Houweling. Ja, ik zie de heer Houweling ook staan, dus ik zit even te kijken, wil hij een interruptie van de heer Houweling? Ja, dank u voorzitter. We waren heel blij vorige week te zien natuurlijk de VVD ook onze motie steunen tegen het oprichten van een Europees leger. En dat is mijn vraag aan de VVD. In de stuk wordt ook gesproken over het oprichten van een EU-interventiemacht van 5000 man. Dat wordt dan betaald en ook aangestuurd vanuit Brussel vanaf 2025. Is dat niet al een Europees leger? Dat is eigenlijk mijn vraag. Mevrouw Kamminga. Ja, dank u wel voor deze vraag. Hè, want klopt inderdaad, dat heeft u ook altijd in onze betogen gehoord, dat wij als VVD niet voor een EU-leger zijn. We vinden dat echt een nationale competentie. En dat ook hier in het nationale parlement besluiten moeten worden genomen voor de inzet van Nederlandse militairen. En dat is ook de reden waarom vorige week in het commissiedebat daarover mijn collega de heer Valstar, die natuurlijk de defensiewoordvoerder is, daar expliciet naar gevraagd heeft. En daar heeft ook de minister van Defensie nogmaals bevestigd dat voorafgaand aan zo'n inzet altijd het Nederlands parlement zal worden betrokken. Dus dat vind ik een goed teken. En tegelijkertijd zien we ook allemaal, dat moet, hoop ik toch ook de heer Van Houweling zien, dat het goed is dat we als Europese Unie beter samenwerken, dat zo'n interventiemacht van 5000 militairen, dat echt iets anders is en fundamenteel anders dan een EU-defensie. Die Houweling. Ja, en even volvragen. En waarom is dat fundamenteel anders? Want u zegt van, nou, dat moet worden besloten door de landen over de inzet van een dergelijke macht. Dat geldt natuurlijk ook als wij ons leger willen inzetten. Nee, dan moeten wij daar ook in het parlement over debatteren. Het is 5000 man groot. Het Luxemburgse leger is iets meer dan 1000 man groot. Dus wat maakt het dat dit voor u geen leger is? Wat zou er nog moeten gebeuren om het echt een volwaardig leger te maken? Ja, de vraag is, wat maakt het dat voor de VVD? Ja. Mevrouw Kamminga. Nou ja, wat ik daar wezenlijk anders aan vind. Kijk, als we het hebben over een EU-leger, dan praat je erover dat we bijvoorbeeld in Nederland alleen nog maar een landmacht zouden hebben, dat dan de Duitsers bijvoorbeeld de luchtmacht zouden doen. En dat zou je, of in Europa. Wij staan er gewoon voor dat wij als Nederland volwaardig alle krijgsmachtsonderdelen nog hebben. Dat je prima kan samenwerken, maar op het moment dat je mee gaat doen aan een missie, dat je Nederlandse militairen gaat uitzenden, dat je dat nationaal besluit. En dat is ook gewoon wat er hier nog steeds voor ligt. De heer Van Houweling. Ik probeer het even te begrijpen. Dus u zegt van, we hebben dus de krijgsmacht om die interventiemacht pas als alle krijgsmachtonderdelen daarin in werkzaam zijn. Dus landmacht, marine en de luchtmacht. Dan is pas sprake van, begrijp ik u goed, dat is het criterium voor u? En ook dat weer via de voorzitter de vraag aan de VVD. Mevrouw Kamminga. Ja, voorzitter. Nou, ik zal nog proberen om het iets duidelijker te maken, met excuus dat ik dan in mijn eerdere inbreng niet onduidelijk was. Maar wat ik bedoel, als we het over een Europees leger hebben, zoals waar wij als VVD niet voor zijn, dan betekent dat je met elkaar, dat de samenwerking binnen Europa zo ver zal gaan, dat je niet meer ieder lidstaat onafhankelijk alle krijgsmachtsonderdelen bezit. Dat je ook niet meer het eindbesluit in het Nederlandse nationale parlement hebben. Dat zou voor ons echt een brug te ver zijn. Maar dat is iets anders dat je samenwerkt. Dat doen we immers ook in de NAVO op dit moment. Werken we ook samen met allerlei verschillende landen en lidstaten en poelen we ook onze militaire capaciteit. Dus ik vind dat fundamenteel anders dan wat nu in het strategisch kompas wordt gedaan. Dank u. Dan zie ik de heer Van Haga met ook een interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch even verdergaand op de vragen van de heer Van Houwelingen. Kijk, in het verkiezingsprogramma van de VVD staat samenwerking met gelijkgezinde landen binnen de NAVO en de EU in plaats van een abstracte vergezicht van een Europees leger. Maar de vraag is natuurlijk of we niet langzaam maar zeker daar wel ingerommeld worden, want we hebben al die 60 PESCO-projecten, we hebben een Europese vredesfaciliteit, we hebben dat minilegertje van 5000 man. Dus het is een glijdende schaal. En ik vraag me dan af, want de VVD is in dit parlement het anker om niet te komen tot zo'n Europese legermacht. Is de VVD hier niet gewoon bang voor? En als we dit allemaal zien, we glijden daar toch langzaam naartoe? Mevrouw Kamminga. Hey, ik heb daar een andere taxatie van dan de heer Van Haga. Ik blijf daar alert op. Hè, dus u kunt mij nog steeds in mijn partij nog steeds als anker zien dat we niet meeschuiven naar een Europees leger. Ik herken uiteraard wel, en dat ziet u ook, hoort u ook in al mijn betogen, of het nou over dit onderwerp gaat of over andere, dat wij kritisch blijven over die glijdende schaal en dat we wel onze bakens blijven houden. Ik vind dit gewoon een nuttige en nodige stap en ook gewoon een verstandige stap om met elkaar te doen als Europese Unie. Willen wij ook onze eigen veiligheid en onze eigen verantwoordelijkheid als Europese Unie serieus nemen. Maar ik ben het helemaal met de heer Van Haga eens dat we alert moeten zijn. Dat en zeker volgens mij was het ook de heer Van Dijk die nog zei van onder een crisis moeten we voorkomen dat alles vloeibaar wordt. Dat vind ik zeker van toepassing. Dan zal ik ook alert op blijven. Want ik heb altijd geleerd dat onder druk moet je eigenlijk juist een warm hart hebben, maar vooral ook een koel hoofd. En dat wil ik hier ook gewoon houden, ook in deze crisis.
De heer Van Haga. Ja, voorzitter, daar heeft BVNL ook van het begin af aan van deze crisis voor gepleit. En ik ben ook erg blij dat de VVD voor de motie heeft gestemd om dat uit te sluiten. Maar EU-buitenlandchef Jozef Borrell, die koketteert met een defensiemacht, een Europese defensiemacht van 50.000 man. En nu gaan we er eentje, een mini-legertje maken van 5.000 man. Hoe makkelijk is het als je het instrument al hebt om daar gewoon een paar mensen aan toe te voegen? En dan heb je straks 50.000 soldaten. En dan zal de VVD moeten zeggen, ja, maar als nog niet iedereen onder controle staat en als we zelf nog wat invloed hebben, dan is daar nog geen Europees leger. Maar dan heb je de facto toch een Europees leger in de dop. Mevrouw Kamminga. Ja, ik zie dat echt anders. Ik vind echt, we moeten echt een onderscheid gaan maken tussen samenwerken met elkaar als lidstaten in een EU-context versus een EU-leger. En ik vind ook dat we echt moeten oppassen om dat soort termen gewoon allemaal van dat soort grote labels op te plakken en dat dan door elkaar heen te hutsen klutsen met allerlei vergezichten. Ik zie dat nu niet zo. Ik vind het gewoon een verstandige manier van samenwerken. En natuurlijk blijven wij er ook kritisch op, want ik kijk echt niet weg van wat de heer Van Haga zegt. Hè, van pas op, voordat je het weet zit je daar verder in. Daar blijven we kritisch over. Mijn partij zal er ook kritisch op blijven. Maar ik vind dit, wat we nu, de stap die we nu gaan maken, vind ik niet een voorbode naar een Europees leger zoals u dat schetst. En dat is ook precies de reden waarom wij voor uw motie hebben gestemd vorige week. Dank. Dan heeft u een interruptie van de heer Sjoerdsma. Ja, dank voorzitter, want we maken samen met de strategische kompas best forse stappen. Interventiemacht, gezamenlijk hoofdkwartier, gezamenlijke missies, gezamenlijke inkoop. Dat doen we gezamenlijk, dat is ook goed. Maar toch ook mijn vraag die ik aan de premier heb gesteld. We kunnen dit nu doen met de NAVO omdat we een Amerikaanse president hebben die hiervoor openstaat. Wellicht in 2024 niet. Wat vindt de VVD nu dat er de komende jaren nog aan de Europese defensie moet gebeuren om ervoor te zorgen dat we onze eigen broek kunnen ophouden? Dat we als dat rampscenario gebeurt, dat we in staat zijn om ons eigen grondgebied te beschermen. Mevrouw Kamminga. Ja, ik vind het zelf een hele goede ontwikkeling dat niet alleen Nederland, maar ook heel veel andere EU-landen nu besloten hebben om hun eigen defensiebudget op te hogen. Ik denk dat dat de verstandige stap is. Ik ben blij met die route. Daar hebben we natuurlijk als VVD al jaren voor gepleit dat die defensiebudgetten omhoog moeten. Dus ik vind dat goed. Ik vind die trend ook goed. En ook daar weer. Hè, het is iets anders. Als je met elkaar samenwerkt in een EU-context, is iets anders dan dat meteen altijd alles maar naar Brussel overgeheveld hoeft te worden. Daar zit voor mij het principiële verschil, maar dat we als Europese lidstaten naast elkaar investeren in het verhogen van de defensiecapaciteit, dat is voor mij gewoon een belangrijke stap. Ja, voorzitter, dat is het voor D66 ook. Dat is voor een heel groot deel in de Kamer ook. Brede steun voor die motie in twee debatten geleden. Maar de vraag die ik hier nadrukkelijk op tafel wil leggen is niet alleen de investering in de krijgsmacht, die we nu alle die landen aan doen zijn, maar ook wat wij als Europese Unie straks op de mat kunnen leggen. En ik schets een scenario waarin wij nog steeds te maken hebben met een agressief Rusland, een dominante China en een VS die mogelijkwijs afwezig of niet zo positief ten opzichte van ons staat in 2024. Wat moet de Europese Unie dan op defensiepunt kunnen doen volgens de VVD? Dat is ook mijn concrete vraag. Dus het gaat niet over investeren, het gaat over hoe gaan we dan samenwerken? Welke capaciteiten moeten we dan op de mat kunnen leggen? Ja, ik ben niet de defensiewoordvoerder, dus welke capaciteiten we moeten hebben, dat vind ik ingewikkeld om te beantwoorden. Maar tegelijkertijd, waar het voor mij om gaat, is dat als we als lidstaten gewoon zorgen dat we binnen Europa, dat alle EU-lidstaten hun capaciteit verhogen, daarmee heb je ook per definitie de capaciteit van de Europese Unie in die lidstaten gedaan. Ik vind alleen het principiële punt waar de heer Sjoerdsma en ik van verschillen is, van moet je dat allemaal aansturen vanuit Brussel of kun je gewoon ook met elkaar samenwerken en dingen coördineren?